Gisteravond keken weer ruim 1,3 miljoen mensen naar project Rembrandt. Dit keer vanuit Paleis Soestdijk. Bij ons komt aan tafel een van de twee schildercoaches uit het programma. En dat is Iris Frederiks. Hartelijk welkom. Hi. 1,3 miljoen mensen, dat is niet niks. Hartstikke gefeliciteerd daarmee. Dank je wel. Het tweede seizoen ook. Heel veel anders dan het eerste. Het is op een bepaalde manier anders, want er zijn meer voorbeelden bij betrokken dan alleen maar Rembrandt. En dat maakt mijn kunstenaarshart hartstikke blij, want er zijn natuurlijk onwijs veel goede schilders. En er zijn heel veel verschillende soorten leerlingen, dus meer variatie is alleen maar beter. Het is wat breder. Allemaal. En voor de kijkers ook, interessanter. De aflevering van gisteren ging over kleur, hè? En jullie stonden onder andere in de Paleistuin op Soestdijk. Daar gaan we even naar kijken. Oh, goed dat je dat licht erin hebt gedaan. Ja. Dat is goed. Ja. Oh ja, en de suppers, wil je die er nog in zetten? Ja, dat was mijn vraag eigenlijk naar jou. Want ik weet niet of ik het juist zo moet laten of als ik het erbij moet zetten. Ik zou het eerlijk gezegd wel doen. Okay. Maar ik zou het wel ver in de achtergrond doen. Want dan krijg je het contrast, ja, niet alleen met kleur, maar ook de grootsheid van de natuur. Ja. Jij geeft de kandidaten les, je coacht ook. Ja. Dat doe je ook thuis, online, gratis, heb ik begrepen. Wat wil je ze dan? Ja, wat is dan jouw belangrijkste rol eigenlijk? Ja, via de NTR doen we die online masterclasses. Ja. Nou, in het programma heeft het ook een heel erg. Ja, de coaching is zelfs psychologisch die ondersteuning heel belangrijk. Maar de lessen die ik inderdaad online geef en in mijn masterclasses thuis is toch wel, ja, heb er plezier in, geloof in jezelf. Maar ook in deze tijd verwachten mensen meteen het hoogste te kunnen bereiken. En ik wil ze eigenlijk meegeven, als je een trap opgaat, begin je wel bij de onderste treden. En geniet gewoon van iedere stap. Dus kijk omhoog, kijk naar alle goede schilders. Maar geniet gewoon ook van de kleine stapjes die jij zet. Je hoeft er niet meteen te zijn. Maar ben je het met me eens dat niet iedereen een schilder is? Als jij iets heel graag wil. Ja, ik betrek het even op mezelf nu. Want weet je, je kan mij een kwast geven. Dan kan je wel zeggen, ja, geloof in jezelf en heb er lol in. Geloof mij nou maar, gaat niet worden. Nee, maar waarschijnlijk toen jij een jaar of 10 of 11 was. Heb jij in je hoofd besloten, ik kan het niet. Want jij had op dat moment niet een docent die jou realistisch leerde tekenen. Dat en, klopt. Ja, dan zie je niet haar nu, hè? Nee. Maar is dat het? Moet je er dus vroeg mee beginnen? Nou, het is, de meeste mensen zijn toen afgehaakt. Die hebben toen besloten, ik kan het niet. En als jij toch die wens hebt, want jij hebt misschien die wens ook niet, en dan is het ook prima, we hoeven niet alles te kunnen. Jij kan ook gewoon genieten van het programma, genieten van kunst. Niet iedereen hoeft hetzelfde hoeft te kunnen. Hoeft te gaan schilderen, nee. Nee. Maar als je dat wel wil, dan zeg ik, tuurlijk kan je het. Maar stop er wel de tijd in en verwacht niet meteen, weet je wel, dat je zelf een Rembrandt bent binnen één lesje. Nee. Jij komt zelf uit Limburg, uit het Gulddal. Dat is natuurlijk prachtig mooi. Nou, gisteren ging het ook allemaal over die landschappen. Is natuur voor jou ook een inspiratiebron geweest? Ik moet trouwens van mijn moeder zeggen, en ik kom uit Oostenrijk. Dus het Oostenrijkse berglandschap hoort er ook bij. Mooi. Niet alleen maar Limburg. Nee, klopt. De natuur is super belangrijk. Daarom vond ik het ook heel leuk om net Jan te horen praten daarover. Kunst, de natuur, liefde, het heeft allemaal met elkaar te maken. En wij zijn zelf ook onderdeel van de natuur. Dus daarom, dat vergeten we wel eens, hè. Dus dat het, als we de natuur alleen maar uitbuiten. Maar zelfs in een schilderij, als je dus toch die mensfiguur zet, die supper in het geval van Alfredo, dan zie je dus in één keer het contrast. En dat maakt het juist speciaal. Ja. Ja, hier zie je inderdaad een schilderij wat ik zelf heb gemaakt bij een waterval. En door die figuren zie je ook hoe groot het daar is. Mm-hmm. Daarom zijn de figuren ook klein in dit geval. Ja. Gisteren is ook de thuiscompetitie begonnen. De winnaar van vorig jaar, Sebas, die stond hier voor een model. Hè? Volgens mij kunnen de mensen zich thuis nog opgeven daarvoor. Klopt. Maar hoe heb jij zelf eigenlijk de stap naar erkenning gemaakt? Als kleine meid naar erkenning? Ik heb daar eigenlijk nooit zo over nagedacht. Ik heb laatst in een interview gezegd van, ik voel me net Elsa uit Frozen. Maar eigenlijk is het die scène dat zij op een gegeven moment doet ze zo met de handen en dan komt een brug van ijs over een kloof. Ze rent gewoon, ze doet gewoon. En zo heb ik het ook gedaan. Ik heb me gewoon aangemeld voor de kunstacademie. Mensen vroegen, wat gebeurt er als je niet wordt aangenomen?
ik maakte me niet uit. Dacht, dit is het gewoon, ik ga het doen. En zo na de academie heb ik ook gewoon, bam, antikraak, een atelier gehuurd en we zien wel. Maar had je meteen iets van, dit gaat wel lukken? Kon je meteen je werk verkopen? Of? Ja, ik heb meteen inderdaad werken verkocht, maar ik ben daar ook altijd proactief in geweest. Dus dingen zijn op mijn pad gekomen, maar als het niet op mijn pad kwam, dan regelde ik wel dat er iets in actie werd. Zorgde je wel dat het voor elkaar kwam. Ja, dat ken jij vast ook wel, dat principe. Ja, absoluut. Je hebt twee zoons, die heb jij ook meteen maar de namen Leonardo en Rafael gegeven om in het schildersmetier te blijven. Zijn het ook een beetje tekenaars? Nou, om eerlijk te zijn, ik push ze niet heel erg in die richting. Dus alle kinderen houden van tekenen. En mijn oudste zoon die is helemaal in de cartoons en de Pokémon. Maar zij krijgen het wel mee. Ik heb mijn atelier onder in mijn huis. Dus zij lopen iedere dag door het atelier. Het mag eigenlijk niet, maar ze doen het wel. En hun vader is ook een kunstschilder. Dus zij krijgen het van alle kanten wel mee. Dus ik dit is volgens mij ook een van jouw kinderen. Je schildert ze dus ook. Gaan ze dan heel keurig zo poseren ook? Nou, ik ben altijd in schilderijen aan het denken. En ik had destijds een vriend met een jacuzzi. En mijn kind zat toen op de rand van de jacuzzi. En ik had in één keer zoiets, oh, ik moest aan William Bouguereau denken. En aan engelen. Ik zei, blijf zitten. En als ik dat tegen mijn kinderen zeg, dan blijven ze ook meteen zitten. Freeze! Dan wordt er een schets gemaakt en foto's. En later vertaal ik dat in allerlei beelden die ook betekenis hebben. Dus ja, het kunst zit er helemaal door verweven. Ja, en de thuiscompetitie, hoe werkt dat? Daar heeft de winnaar van vorig jaar model gestaan, geloof ik. Ja, maar klopt. Ja, ik raad eigenlijk iedereen aan om naar de site van de NTR te gaan. En je kan dus zelf meeschilderen. Je kan Sebas, de winnaar, naschilderen. En zo ook weer deelgenoot worden bij de eindjury. Maar dat staat allemaal uitgebreid op de website. Okay. Dus ja, ga daar vooral heen als je zelf mee wil doen. Het is allemaal hartstikke interactief. En, Goed. U kunt dus nog meedoen, maar Project Rembrandt, de uitzending is te zien op zondag om 9:55 op NPO 1. Dankjewel, Iris.